Hallo, welkom bij een nieuwe videoles van Forberta. En deze keer gaan we kijken naar het CCVX-examen van mei 2014, opgave 1a. En in opgave 1a gaan we kijken naar een stukje over koper en messing. En de vraag is: van koper en koperverbindingen is een grote variëteit aan kleuren bekend. Koperen voorwerpen zijn vaak gemaakt van rood koper, vrijwel zuiver koper en. Messing, geelkoper. Dit laatste is een legering waarin de helft tot twee derde van de atomen koperatomen zijn en de rest zinkatomen. Door de hoge mate van vervormbaarheid vindt roodkoper toepassing in elektriciteitssnoeren. Daarvoor is messing niet geschikt. Leg aan de hand van de samenstelling van messing uit waardoor messing niet geschikt is als materiaal voor elektriciteitssnoeren. Nou, daar kun je een hele hoop redenen voor proberen te bedenken. Um, maar als we gaan kijken naar bijvoorbeeld. Uh, de soortelijke weerstand. En deze heb ik expres op Wikipedia lopen opzoeken, of naar Wikipedia. Uh, Wikipedia zei er zelfs niks over. Ik heb het halve internet afgezocht, tabellenboeken erbij gepakt. En de soortelijke weerstand van koper is volgens het BINAS gelijk. Dus dat maakt het vervelend. Uh, waarom maakt dat het vervelend? Omdat het als je niet naar het binas kijkt, maar naar andere bronnen kijkt, dan wordt gezegd: koper heeft een soortelijke weerstand die ongeveer vier keer zo klein is als de soortelijke weerstand van messing. Nou, dan kun je denken van, zou dit nu de reden kunnen zijn? Ik weet het niet. Een andere reden zou kunnen zijn dat je gaat zeggen: ja, maar wacht even. Uh, we hebben te maken met koper, we hebben zink. Uh, zink is een sterkere reductor. Sterkere. Reductor. Dus als we dat aanhouden, dan zou dat betekenen dat een zinken leiding. Eerder zou of een messingleiding die deels uit zink bestaat, eerder zou moeten gaan corroderen. Alleen, ik heb ook daar wat onderzoek naar gedaan en ook dat maakt het verward, want juist in zwembaden en in andere plaatsen in zeer corrosieve omgevingen wordt het nog wel eens aangeraden om juist messingleidingen te gebruiken. En ook messing elektriciteitskabels aan te leggen. Dus hij is wat tricky. Um, ik zou het hier dus puur gaan houden op het feit dat messing minder buigbaar is. En. Verder kan ik hier, om eerlijk te zijn, geen enkele goede reden vinden. Deze vraag het is een beetje een suffe inkomer. Ik vind hem eigenlijk over het randje van wat je met de kennis die je bij een examen van je wordt verwacht, wat je daar zou moeten kunnen doen. Goed, dit was opgave 1a. Ah, ik ben Jan-Willem van Voorbed.nl. Ik hoop dat jullie hier iets mee kunnen. In ieder geval bedankt voor het kijken en tot nou, waarschijnlijk opgave 1b als je deze volgt.